Dit is echt keihard fijn. Eigenlijk een beetje waar jij voorkomt. Ja, en toch een prachtig plekje dit, ja, nou ja, wij lopen hier net heen en eigenlijk wil ik dit liever niet op een camera zeggen, maar ik ben het met je eens. Het is inderdaad een mooi plekje. Mooi, ik ben Rob Roosting en ik ben een echte Zandrent. Mooi, ik ben Loes van der Laan en ik ben een echte Veendrent. Ja, en al heel wat jaren woont wij samen in de provincie. Nou, volgens mij gaat dat al beter. Maar wat maakt nou een Zandrent een echte Zandrent? Ja, en wat maakt nou een Veendrent een echte Veendrent? Ik denk dat dit de allerleukste aflevering wordt van het hele programma. Nou, denk is beter aan anderen overladen. Dat is het punt. We gaan het hebben over het landschap, want ik denk, dat mag ik dan weer niet doen, maar ik ga het toch even doen. Ik denk dat het belangrijk is om een beetje duiding te geven over hoe dat veen nou ontstaan is, over hoe zand nou ontstaan is. Ik heb er zelf niet zo heel veel verstand van, maar ik hoop dat we dat deze aflevering een beetje te weten komen. Nou ja, wat ik wel nieuwsgierig nog ben, welke invloed dat dan had het op de veen- en zandren inderdaad ook? Hoe zich dat ontwikkeld het in de loop der tijd? Nou ja, we weten inmiddels dat zand is al heel oud. Juist. En dat veen is wat jonger. Maar juist. Nou ja, hoe zag dat er dan vroeger uit en waar komt dat dan door dat dat zo is? Ik kan je wel vertellen, Loes, dat ik best wel enthousiast ben over wat wij vandaag denk ik allemaal gaan zien. Jawel, hè? Ja. Ja, ik denk dat ze er ook wel enthousiast over zijn. Nee, ik natuurlijk ook, gekkigheid. Ja, want het landschap is natuurlijk van grote betekenis voor Drenthe. En zonder veen was jij er misschien wel niet west. Nou, ik was er misschien wel west, maar misschien niet hier. Niet hier. Nou ja, wij kunnen er nog alleen maar over drummen. Maar gelukkig ziet Theo Spek bij ons. En die heeft er wel echt verstand van, hè? Leunt op zijn grondboor. Ja. Ja, kijk, ze zeggen het. Ze hebben mij ooit professor in dat vak gemaakt per ongeluk. Ja. Dus ja, ik doe mijn best. Nou, volgens mij word je dat niet per ongeluk. Nee, dat klopt. Maar eigenlijk wel een beetje dankzij Drenthe. Want ik ben vanaf 88 al met Drenthe bezig. Toen ben ik in Ballo begonnen met onderzoek. En sindsdien ben ik eigenlijk nooit meer weg geweest. Elk jaar onderzoek gedaan. Ook wel andere gebieden in Nederland en Europa, maar vooral Drenthe. En ja, dikke boeken over gemaakt en dan en op de radio gekomen en toen ben ik professor geworden. Maar wat is er dan zo interessant aan Drenthe? Ja, Drenthe is eigenlijk de oudste provincie van Nederland, zou je kunnen zeggen. Dus al vanaf de prehistorie dicht bevolkt. Het was hier de randstad van de prehistorie, hè? Dichter ja. Bevolkt dan Holland. En al de lagen in de geschiedenis hebben hier sporen achtergelaten. Dus en archeologisch, maar ook historisch. Het hele historische Esdorpenlandschap. Maar ook in het veen, de oude veenlandschappen. Dus eigenlijk is het heel rijk, historisch heel rijk. Dus eigenlijk een goudmijn voor ons als onderzoekers. Hé, hey, maar Theo, wat is dit voor een plek? Wat is dit voor schitterende plek, moet ik eigenlijk zeggen? Ja, we staan precies op de grens van zand en veen. Daar is het zand, de Hondsrug. En aan de overkant van de weg begint het veen, de Hunzenvallei en daarachter de veenkolonie. Je staat er nu met de haken in, Loes, denk ik. Ja, ik zal jullie staan wel oversteken. Goed. Ja. Jullie staan wel goed, ja. Maar hier de Hondsrug, dit heet het Annerhoog. We zijn bij Annen in de buurt. En hier zie je eigenlijk zo verschrikkelijk mooi dat hoogteverschil tussen de Hondsrug en de Hunzenvallei. Prachtig. Boven is het 14 meter NAP en beneden 2. Dus 12 meter hoogteverschil hier in één akker. Wat toch een prachtig uitzicht, of niet, Robert? Nou, de eerste 200 meter kan ik niet vinden. Maar dat is ook al veen, toch? Ja, nee, dit is nog zand. Oh, shit. En je kijkt naar beneden richting het Hunzendal. Ergens daarachter loopt de Hunze. Ja. En daar weer achter begon vroeger het eindeloze veen. De wildernis, de veenwildernis. 20, 30 kilometer veen. En daar gaan we ook naartoe, want dat is aan de horizon. Dus eigenlijk zie je hier de tocht die we vandaag maken, zie je eigenlijk heel mooi in beeld. Zand, Hunzendal en daarachter richting Annerveense kanaal gaan we naar het Hoogveen toe, naar het Oude Veen. Ja. Maar we gaan nou nog iets zo met zijn grondboor. Je hebt nou die boren allemaal in de hand. Ja, we gaan eerst eens even zand opboren, want daar begon het allemaal, bij het zand. Moet ik naar de overkant van de weg nu mee? Ja. Oh man, dat is een hopeloze boor. Geen goeie, hè? Nee. Het is niet geen professionele boor. Het is voor de... Robert, wat is even rommelkast?
Nee, we staan net aan de andere kant van de Houtwal en je ziet in de verte het S-dorp van Annen. Ja. Heel mooi zoals het eigenlijk klassiek altijd was. De S die ligt boven het dorp. Oorspronkelijk lag het dorp eigenlijk hier. De Drentse dorpen zijn allemaal verplaatst in de loop van de tijd. 1000 jaar geleden lagen ze nog niet op de plek eigenlijk waar ze nu liggen. En meestal liggen ze in de ondergrond van de S. Dus als je hier opgravingen zou doen, dan zou je oude boerderijen vinden. En langzamerhand verschuiven ze naar de rand en dan maken ze dat hele gebied akkerland. Dit is een beetje bruin. Vaak is het ook heel zwart. Maar dit is allemaal nog door mensen opgebracht. En hoe diep moeten wij nou voordat we op zand zitten? Nou, eigenlijk is dit al zand, maar dat is opgebracht zand. Maar het gele zand zal nog wel wat dieper zitten, maar dan gaan we even kijken. Kijk, er komt al wat. Er komt al wat. Kijk, we zijn nou door het bouwlanddek heen. Wat scherm Hunebedden, wat treft allemaal in hier? Ja, wie weet. Dit is gelijk al hele lemige grond, voel maar. Dus keileem. En dat is eigenlijk waar het Drents plateau uit bestaat. De ondergrond is bijna altijd leem. Dat is in de ijstijden hier gekomen. En deze niet direct een asbak van klei. Het is geen vader. Nee, maar als je wat dieper gaat wel hoor. Ja, dus het wordt ook steeds lichter. Ja, hier is hij wel weer wat zandiger. Ja. Hij wordt steeds lichter, ja. Mooi grondje hoor. Als je hier stuifmeelonderzoek van doet, onder een microscoop kijkt, zit het helemaal vol met bosplanten. Met bomen. 5000 jaar geleden was alles bos. En in de duizenden jaren daarna is dat stapje voor stapje allemaal ontgonnen. Maar eigenlijk zijn het vooral boeren geweest die in dat bos hebben gewoond. De hunebedbouwers, je noemde ze al, de trechterbekercultuur. Ja. Dat waren mensen die in dat oerbos woonden. Die hunebedden lagen ook op kleine open plekjes in het bos. En zij hadden dan boerderijtjes en akkertjes en, in het bos. Het waren bosboeren. En dan bosboeren. Dus met daaromheen dus moeras eigenlijk. Ja, en het veen lag in dezelfde tijd hoogveenmoeras. Open, een beetje vochteloze veen, bargeveenachtig landschap. Dus het zand was bos en het veen was open. Hier, graniet uit Scandinavië. Die zijn hier met... Oh, dit is nerpel. Dat is geen steen. Dat is geen kei. Ik zal hem weer terugdrukken, voordat de boeren in mist. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben eigenlijk de provincie Noord-Udewest. Dus ik ben de provincie West-Udewest, maar niet qua wonen. Maar ik vind het een heerlijke provincie. Veen is roeg. Dat is allemaal, dat ben een beetje de veenlijken. Het oude moeras. Vind ik toch een beetje meer spannende. Veen en ook roegen. De bossen vind ik mooi in Drenthe. Het mysterie, een beetje, wat zit er? Ja? En ik kan me dat goed voorstellen, dat hoe die mensen er ook... dat ze door dagen, daar moeten we niet te lang alleen nog winnen. Want er gebeuren rare dingen, dat kan ik me goed voorstellen. Dat heeft nog wat een beetje. Prachtige fietspaden. Als je het vergelijkt met Friesland of zo, wat ook maar. Dat bent vlaktes. En ik vind Drenthe... De hei. Het is nog wel links soms door. Hè? We zijn nu van de Hondsrug afloop, Theo. Waar hij ons nou met naartoe neemt? Wat is dit voor een plekje? Ja, dat is een bijzondere plek omdat we hier boven de Hunze staan. Dit is een bruggetje over de oude Hunze. In de middeleeuwen stroomde hier de Hunze. Nu stroomt hij een klein stukje verderop, daar bij de brug in de verte. Maar je ziet ook hier, hij is helemaal verland. Er zijn allemaal planten ingegroeid. Maar dit was in de middeleeuwen de rivier. En de Hunze was echt een veenrivier. Die kwam uit het veen van Zuid-Drenthe en stroomde dan richting Groningen. En heel belangrijk geweest ook voor de turfwinning. Dat alle schepen met turf die kwamen hier langs. Dus ook onder dit bruggetje door, hè, zou je kunnen zeggen. Het is echt een hele oude rivier. Maar dat was nog in het tijd van de wat kleinschaliger veenontginning. Ja, ze hebben allerlei soorten veenontginning gehad. Van klein tot heel groot. En alles kwam hier langs, ja. En Hunze zelf, het woord Hunze, daar zit het woord hun in. En hun is het oude Germaanse woord voor bruin. En voor geel-bruin, zeg maar, wat ook in honing zit. En eigenlijk betekent Hunze dus de bruine rivier. En dat komt omdat het uit de venen kwam, was dat heel bruin water. En ons verhaal over zand en veen, waarom is dit een belangrijke plek, West? Omdat dit eigenlijk de overgang is. Hè? Van, je had het de Hondsrug en het Drents plateau, waar alle zanddorpen liggen. Waar een duizenden jaren oude geschiedenis is. En hier aan de overkant van de Hunze, hier vlakbij, ligt Annerveen. En daar begon eigenlijk de ontginning van het veen. En eigenlijk Annerveen is zo ontstaan dat de boeren van Anne, die hadden de grond hier allemaal in handen. Die hadden het Hunzedal, die hadden ook daarachter de venen.
En die hebben op een gegeven moment gedacht van hier ligt een soort beloofd land. Een nieuw land waar je het veen kan gaan ontginnen. Maar dat is ook wel met onze studenten zo. Hè? Als ze ons alle vakken volgen, dat je het steeds meer leert zien. Dan wordt het veel interessanter hoor. Dan kijk je ook altijd als je de auto ergens naar uitkijkt. We staan nu in de bebouwde kom. Ja, maar, Oud Annerveen. Oud Annerveen. Is dat ook een nieuw Annerveen? Ja, dat is aan de andere kant van Spijkerboor. Okay. Dat is veel jonger ook. Dat is een paar eeuwen jonger. Want hoe oud is Oud Annerveen? 1400 zoveel. Oké. Ja. En het maakt onderdeel uit van een hele bijzondere rij van dorpen in Drenthe die heel weinig mensen kennen. Van Zuidladerveen, Annerveen, Eeksterveen, Gieterveen, Buinerveen. Gasselt de Boerveen, Gasselt de Nijveen. Dat is een soort lange rit. Die liggen allemaal langs deze doorgaande weg. En die zijn allemaal vanaf de middeleeuwen ontstaan. Het is begonnen aan de noordkant in Zuidladerveen. Dat is de oudste. Die is van 1262. Daar hebben monniken een stuk veen gekocht. En zijn ze begonnen met de ontginning. En later zijn heel veel mensen van de dorpen van de Hondsrug, die je daar in de verte ziet liggen, zijn ze over de Hunze gesprongen. Ja, er waren hier allemaal kolonisten, zeg maar, die dat deden. En voor een deel zijn dat echt boeren uit het eigen dorp geweest. Dus boerenjongens, denk ik, zoons van mensen die in Annen woonden. Maar deels hebben anderen ook zich ingekocht. We weten bijvoorbeeld dat Groninger kloosters, die hadden hier heel veel belangstelling voor. Die kochten hier boerderijen op. En meestal dus ook met een strookkavel. Hè. Dus ze hadden een opstrek die kant op en een opstrek naar de Hunze toe. En dat kochten ze dan in één keer, zo'n boerderijplaats. En er zijn ook rijke burgers uit de stad die het als een belegging zagen. Dus er zitten ook Groningers hier uit de binnenstad. En later zijn er ook mensen die echt van buiten deze hele regio komen. Dus die zich inkopen. Die toen al import. Ja, en eigenlijk is het echt een beetje een kolonie van import en export. Zeg maar import en autochtoon. Hier eigenlijk in het midden. Je door echt de zanddorpen. Ja. Je bent de oudste veendorpen. Klopt. En nog even wieder, daar heet de veenkolonie. Ja, want als we helemaal aan de horizon kijken, daar zit Annerveense Kanaal. En dat is echt een veenkolonie uit de 18e eeuw. Dus weer eeuwen jonger. Dit is de historische atlas en daar zie je dat ook heel mooi. Je ziet hier zie je de Hondsrug met Zuidlaren en hieronder ligt Annen. Dit is de Hunze die je ziet meanderen hier. Hier de brug bij Spijkerboor waar we net overheen kwamen. En hier zie je Zuidladerveen, Oud Annerveen, hier Nieuw Annerveen en dan gaat het zo door. En dan hier Annerveense Kanaal met de veenkolonie. Dit is dus echt keihard. Veen, eigenlijk een beetje waar jij voorkomt. Ja, en toch een prachtig plekje dit, of ja, niet? Nou ja, wij lopen hier net heen en eigenlijk wil ik dit liever niet op een camera zeggen, maar ik ben het met je eens, het is inderdaad een mooi plekje. Ja, Annerveense Kanaal. Annerveense Kanaal, en weet je, het eindpunt van onze reis van west naar oost. Hè, want hier vlak achter is de provinciegrens, daar zitten we al in Groningen. Maar Nederland van west naar oost, maar ook een reis door de tijd. Eigenlijk ben we nou steeds we zijn begonnen jonger in de prehistorie, precies, op de Hondsrug. Toen kwamen we net in de middeleeuwen in de Oude Annerveen. En nu zijn we in de 18e eeuw. Dus 1740 zijn ze hier begonnen. Vier rijke mensen uit Groningen die hier wel eens even een groot project zouden doen, turfwinning. En dat project is in 4 jaar tijd helemaal mislukt. Die Groningers konden er helemaal niks van. 40 jaar later... Ik ben geen Groninger hoor. Nee, maar 40 jaar later komen de Drenthe. Eigenlijk al eerder, in 1764, richtten ze vier Drentse mannen richtten de Annerveense Herencompagnie op, de AVHC. En toen is het gelukt. En toen is het gelijk gelukt. Binnen 40 jaar was het een succesvol project. En dat kwam vooral door één meneer, Lambartus Grevelink. Die was eigenlijk projectontwikkelaar en die deed eigenlijk alles hier. Heeft voor zichzelf een huis gebouwd wat hier aan de overkant van de straat staat, wat uitkijkt op het kanaal. Hij heeft natuurlijk het mooiste plekje voor zichzelf bewaard. Prachtig. Dit is het Grevelinkhuis. Maar dit is ook wel exemplarisch voor ook het Heulenkanaal, ook nog verderop richting Stadsknol. En... Ja, dit is een hele vroege veenkolonie, 1785, 1782 ongeveer. En dat is doorgegaan in de 19e eeuw en ook in de 20e eeuw. Want ze zijn natuurlijk steeds dieper Drenthe ingegaan, helemaal naar de Zuidoosthoek. En daar is het nog tot in de 20e eeuw gegraven. Dus ze zijn pas in de jaren 70 opgehouden met graven van turf. Het veen was fort en toen kwamen de boeren? Ja, want dat is altijd bij veenkoloniën. Ze graven het af en daarna wordt er boerenland van gemaakt. En
Ze denken zelfs dat een deel van de arbeiders van het veen dat die ook boer zijn geworden. Dus dat dat een soort logisch vervolg is. En als er dan niet genoeg werkgelegenheid is, dan krijg je ook vaak industrie in de veenkolonie. Hè. Dat weten we ook allemaal, dat die arbeiders voor een deel ook naar de industrie zijn gegaan. En ook naar de scheepvaart. Want wat je in deze dorp, en dat is vooral in Gasselte Nijveen en Gasselte Boerveen zo, dan krijg je dat mensen echt de scheepvaart ingaan. Ook de internationale vaart op de zeilschepen. En dat begint dan hier in de veenkolonies. Dus dat is ook een tak dat bovenop de landbouw wordt dan nog zeg maar, extra bedrijfstakken gemaakt. Die eigenlijk de hele geschiedenis van dit gebied ook heel erg hebben bepaald. Dus een heel interessant verhaal. Van een woest veenmoeras naar een veenkolonie naar ja, een industrieel landschap zeg maar. Ik vind in de veengebieden vind ik het gewoon mooi, je hebt overal kanalen. En dat is misschien saai en recht uit hoe je het wilt leggen. Maar je hebt overal water, je hebt overal plekken waar volk wat te doen heeft. Je hebt mooie uitgestrekte gebieden, al dan niet onderbreken van die windmolens of weet ik het allemaal wat. Maar het is ruim en het is gewoon mooi en het heeft een puur eigen karakter. Ik denk wel aan hei en aan veen en aan de verscheidenheid van waar je hier allemaal tegenkomt. Waar ik dan wegkom bij onze veld, dat is nog weer anders dan bijvoorbeeld ook het Zuidoost-Drenthe. Wat natuurlijk veel later allemaal ontgunnen is en weet ik het allemaal wat. Het zet het totaal aan Zuid, maar ik ben wel veengebieden. Maar dat vind ik gewoon mooi dat je het verschillende tijd daarin terug kunt zien. Het ene moment rijd je door de landrijden met de koeien en schapen. Schaap hoort eigenlijk hier. Hè? Ik vind wel dat het veen hoort er net zo goed bij. Als je die tegenstelling van elkaar niet hebt, dan heb je ook geen Drenthe. We vult elkaar aan. We maken elkaar compleet. Dat hij mooi zegt. Goed hè? In Zuidoost-Drenthe hebben we natuurlijk het Bargeveen. Dat is natuurlijk knetertje aangelegd en kunstmatig. Maar verschrikkelijk mooi. Iedereen die zal er gewoon eens een keer gekeken hebben naar hoe prachtig mooi dat weer teruggegeven aan de natuur is eigenlijk. Heb je er ook al aandelen of word je inhuurd in de Zuid? Ik word schandalig dik betaald door de gemeente. Zuidoost-Drenthe, toe, kom. Ik ben toch altijd blij dat als wij van het veen komen, dat we dan in absoluut op zand. Ja. We zijn nu in Am, aan de Drentse A, het Amme Diepie. En hier heeft mijn oma, die komt van Am, dus die heeft hier als klein wiggie altijd rondspatteld en lopen en genoten van dit landschap. Maar dan mag ik hier altijd wel geren komen. Dus vandaar dat je nou hier ook met een natuurnum hebt. Ik moet hier eigenlijk ook iets bekennen. Oh jee. Ik vind Drentse A vind ik eigenlijk het allermooiste stukje van Drenthe. Stuk van Drenthe. Is zo? Ja. Mooier dan Rand Veen? Ja. Maar we zijn nu dus met zand en veen bezig. Hoe voelt het vandaag met Theo Spek? Donders interessant. Ja. Ja, dat is wel echt mijn ding. Hoe dat geografisch zeg maar allemaal in elkaar stekt. Nou, zelfs ik vond het interessant. Ja, eigenlijk hoe je helemaal niet fort. En er is nog genoeg te ontdekken in je eigen provincie, vind ik altijd. Ja. Hartstikke mooi. Absoluut. Wat gaan we volgende week doen? Nou, misschien moeten we dan eens kijken naar die dorpen in dat landschap. Dat, oh man, ik kan mijn geluk nou al niet op. Ja, dit is echt favoriet, hè? Ja. Nou ja, ik ben ook wel heel benieuwd.